Knokke hijst, ademt, wielrennen uit. Dit jaar is een heel speciaal jaar. Knokke hijst is gaststad voor het wereldkampioenschap wielrennen, specifiek tijdrijden in september. We staan hier op het strand van Knokke hijst. Het is de tweede dag in de Baloise Belgium Tour. Het is vandaag een tijdrit van 11,2 kilometer. Met daarin toch een technisch stukje. In het begin komen er een vijftal bochten kort na elkaar. Dan krijgen we een tussenstuk waar dat bij de wind een grote rol speelt. En dan naar het einde toe, de laatste 2 kilometer. En dan gaan we naar de finishstrook toe. Met toch een lange rechte lijn van 1,5 kilometer. Waar dat ze het laatste uit hun benen persen. En de beste tijdrijder die gaat hier winnen natuurlijk. En dan kan men ofwel het verlies van gisteren goed maken, ofwel hun winst uitbollen.